Peter Hofstede, zojuist de komst van Melvin Platje gecommuniceerd. Leg uit. Ja, het is vandaag 1 februari, de laatste dag van de transferwindow van dit seizoen in de winter. We hebben ervoor gekozen bewust om een kleine selectie te hebben met veel kwaliteit. Vervolgens hebben we een aantal spelers gehad die niet tevreden waren over hun speelminuten. Dus we hebben Mistakidis en Blummel de mogelijkheid gegeven om naar een andere club te gaan. Dat is gebeurd. Vervolgens hebben we Leemans aangetrokken om het middenveld te versterken. En we wilden heel graag een aanvaller erbij. Nou, de komst van Platje, dat was mooi omdat ze in Indonesië de competitie hebben stilgelegd wegens corona. En Melvin heel graag die paar maanden die hij daar dan anders niks had gedaan, bij ons wilde komen spelen. Dus dan hebben we onderzocht of er mogelijkheid was om hem hierheen te halen. En de komende 4 maanden is die superboer. Maar waar is die nu? Nou ja, hij komt natuurlijk gevlogen uit Indonesië. Dan heb je te maken met allerlei formele coronamaatregelen. Daar gaan we ons zeker aan houden. Ik denk dat hij eind van deze week zich zal melden op het trainingsveld. Dan hebben we aan alle voorzorgsmaatregelen voldaan. En hopelijk sluit hij dan aan bij de groep. Wat kan een Platje extra brengen in deze groep? Nou ja, Melvin kennen we natuurlijk allemaal als, eerste divisie doelpuntenmaker. Zeer gedreven, brengt wat teweeg in de spelersgroep, brengt wat teweeg op het veld. En ik denk dat wij daar ook wel behoefte aan hadden. Gebeurt er wat met Ralf, met name in het nieuwe systeem wat we spelen. Dus ik denk dat hij zeker een voetballend toegevoegde waarde gaat zijn. Met zijn ongelooflijke doelgerichtheid ons gaat helpen in die race. Wat zegt het over een speler als Melvin dat hij niet gewoon bij het zwembad bij zijn bungalows blijven liggen? Nou ja, dat. Hij heeft gewoon een contract in Bali. Daar is het wat warmer dan hier op dit moment. Dus had ervoor kunnen kiezen om daar te blijven. Maar juist zijn instelling maakt het dat hij deze kant op wilde komen. Hij heeft natuurlijk gewerkt met Mike Snoei bij Telstar. Wilde heel graag zich weer laten gelden hier. En hopelijk gaan wij daar de vruchten van plukken. En in principe gaat hij zeg maar 1 juni weer terug? Ja, dat is de planning. Want dan gaat het seizoen in Indonesië weer beginnen.